De Dordtse fracties van het CDA, de VVD en GroenLinks hebben op 7 februari het initiatiefvoorstel Geen dag zonder zon ingediend. Hiermee willen de partijen het voor inwoners van de 19e eeuwse Schil en van de binnenstad makkelijker maken om hun woning van zonnepanelen te voorzien. Nu lopen die bewoners vaak tegen onnodig veel problemen aan als zij zonnepanelen op hun huizen willen aanbrengen. Dat komt omdat er in de huidige wetgeving te veel regels zijn opgenomen over de zichtbaarheid en plaatsing van voorzieningen op de daken. Franciske van Vught-Rozen is een van de initiatiefnemers achter het voorstel. Je mag bijvoorbeeld de zonnepanelen niet zien liggen op de daken vanaf de openbare ruimte. Dus dat is gewoon vanaf de straat of ook vanuit tuinen die openbaar zijn. Bijvoorbeeld als je bij een restaurantje zit en je ziet iets op een dak liggen. Dan mag dat op dit moment niet. Het is de vraag of dat nog van deze tijd is. Het is dus niet dat het helemaal niet mag, maar het mag op heel veel plekken niet. En dat willen we verruimen. Met dit voorstel willen de betrokken partijen de regels in de wet aanpassen, zodat zonnepanelen plaatsen op meer plekken in de binnenstad mogelijk wordt. En dat levert volgens de initiatiefnemers een hoop voordelen op. Dat je daar wat ruimer over gaat denken, dat je ook op een andere manier kunt kijken naar een zonnepaneel. Niet als aantasting van het dakvlak, maar als iets wat hoort bij deze tijd. En dat je voor een klimaatambitie wil gaan als stad en dat de bewoners ook de kans krijgen om de energierekening wat te drukken. Dus ja, en dan zijn er nog allerlei redenen. Als bewoners niet de kans krijgen om te verduurzamen, dan gaat uiteindelijk zo'n huis wat in waarde zakken. Je krijgt je huis niet meer verkoopbaar, de energierekening blijft hoog. Dus op lange termijn voorkom je volgens ons hiermee ook dat er verloedering of zelfs verkrotting plaatsvindt. Het college gaat het voorstel eind maart bespreken. Daarna zal, mits de planning aangehouden wordt, op 11 april gestemd worden. Van Vught-Rozen roept bewoners alvast op om gebruik te maken van de mogelijkheid als deze hen wordt geboden. Ja, het moet eerst nog door de raad, maar als dat wordt aangenomen, dan hoop ik dat bewoners de kans aangrijpen.